Gilles Van Moerzeke, Lokeren Temse was nog altijd op zoek naar een eerste driepunter dit seizoen. Hoe hard smaakt het dat het gebeurt bij de grote rivaal? Ja, ik denk dat dat enorm deugd doet. Zeker als je de derby kunt winnen en je eerste drie punten pakken. Het was niet altijd mooi. Het was vechten en soms in blok staan en niet mooi voetbal. Maar we hebben alles gegeven. Het zijn belangrijke drie punten die ons hopelijk ook vertrouwen geven naar de volgende wedstrijden. Wat heeft volgens jou het grote verschil gemaakt in deze wedstrijd? Deze wedstrijd wist gewoon we moesten winnen. We moesten ook al de vorige wedstrijden moesten we dat misschien ook. Maar ik denk in een derby kunnen iets meer en dat hebben we wel getoond. En we zijn efficiënt geweest met heel weinig kansen die we hebben gehad. En dat geeft ons nu de drie punten. Je coach zei voor aanvang van de wedstrijd, welke factor gaat het meeste van doorslaggevend belang zijn? Mentaliteit. Hij heeft gelijk gekregen. Ja, dat is waar. Ik denk dat je ons daar zeker niets op kunt verwijden. We hebben alles gegeven en daardoor hebben we die drie punten gepakt, gewoon op karakter. Gilles, ja, jij wordt een beetje Mr. Lokeren Temse genoemd natuurlijk. Je hebt alles meegemaakt bij de club, het faillissement, de heropbouw terug naar het profvoetbal. Hoe heb je deze Waasse derby sinds lang herbeleefd? Ja, toch wel. Het was intensief. Ik heb zelf daar ook gestaan en dat is wel leuk om nu mijn eerste derby te spelen. Jammer dat ik niet kon scoren. Dat was wel iets dat ik wou afvinken, maar drie punten is het belangrijkste voor de supporters. Het belangrijkste natuurlijk voor de supporters van Lokeren. Is de trein nu vertrokken? Is de trein nu vertrokken? Ik hoop het. Ik ben er wel zeker van. Ik denk dat het ons echt vertrouwen geeft. Vorige week hebben we ook een puntje gepakt tegen deze. Dan zie je dat het ons ook wel deugd heeft gedaan. Proficiat. Voilà, avec Mohamed Soumaré, j'imagine content après la première victoire de Lokeren cette saison. Oui, bien sûr, très content. Ça fait déjà très longtemps qu'on attend cette victoire. Et ça fait très plaisir, surtout dans un derby, dans un match comme celui-ci. Je pense que ça apporte une valeur supplémentaire à cette victoire. Et juste un mot sur votre match. Vous êtes rentré, vous êtes sorti à cause de la carte rouge. Donc c'est, comment, quand vous voyez que c'est votre numéro, qu'est-ce que vous passe par la tête? Déjà en fait je vois pas le numéro parce qu'il y a le soleil sur le panneau donc je le vois pas et donc il y a un coéquipier qui me dit que c'est moi qui sors. Après bon c'est certainement pas quelque chose d'agréable mais bon après je pense qu'aujourd'hui c'est que la victoire qui compte, c'est vraiment le collectif. Je pense que voilà, quiconque était rentré, était sorti, aurait été un peu déçu sur le moment. Mais c'est vraiment la victoire qui compte. Et aller dans une situation comme la nôtre, je pense pas qu'on puisse faire vraiment d'état d'âme comme ça. Un dernier mot, vous les entendez encore, les supporters qui sont là. On voit que ça leur fait plaisir, la victoire et le derby gagné. Ouais, c'est ça. Déjà que pour nous, c'est quelque chose de grandiose. Mais pour eux, c'est quelque chose vraiment d'inestimable. C'est quelque chose qu'ils attendent. Je pense que avant même d'assurer la montée, je pense que eux, c'est à ce match-ci qu'ils pensent directement. Donc c'est quelque chose de très beau pour eux. Donc on est très contents de leur avoir fait plaisir. Et voilà, c'est des gens qui nous ont toujours supportés, qui viennent, qui se déplacent toujours nombreux, partout. Et donc voilà, très contents pour eux. Merci Momo. Hans Cornelis, we zijn net na de gewonnen wedstrijd van Lokeren Temse. Jouw naam werd zo net gescandeerd door de supporters van Lokeren Temse. Dit moet ontzettend veel deugd doen. Het doet enorm veel deugd. Hè. De eerste drie punten van het seizoen en juist op Beveren was het helemaal terecht. Iedereen kan er zelf over oordelen. Hadden we het beter van het spel? Zeer zeker niet. Maar ik heb een strijdende elftal gezien die vecht voor de overwinning. En voor mij was dat het belangrijkste vandaag. We mogen inderdaad wel stellen dat het een kansarme derby was. Ja, oké, dat klopt. Maar ik heb liever een kansarme derby waar we met 0-1 winnen dan waar je 10 kansen krijgt en misschien niet scoort. Dus voor mij doet het er niet toe vandaag. Het was sinds vorige week het recept om de tegenstander te frustreren. Ik denk dat het vandaag ook wel best goed gelukt is. Ja, ik heb het al gezegd. Op bepaalde momenten in het seizoen moet je het soms eens anders aanpakken als je nood hebt aan punten. En dat is vorige week gelukt tegen Deinze. We konden op het einde misschien ook nog meer gepakt hebben tegen Deinze. En vandaag valt dat in ons voordeel. En dat zijn dingen waar je kan op verder bouwen. En als eenmaal die punten vallen, kun je misschien goed denken aan goed voetbal. Maar voor ons zijn nu de punten het belangrijkste. U zei voor de wedstrijd, mentaliteit zal van doorslaggevend belang zijn. Misschien wou Lokeren Temse het net iets meer dan Beveren vandaag.
Ja, zeker als je ziet, we vallen met 10 man. Oké, we komen alleen één voor, misschien allez, uit de rommelige fase. Maar als je dan ziet hoe het team strijdt, een paar jongens die helemaal op hun tandvlees zaten, om toch die overwinning mee te pakken naar huis, was voor mij eigenlijk echt leuk als trainer om dat te zien. Je spreekt over de rode kaart, mag ik jouw mening daarover horen? Ja, het gebeurde eigenlijk vlak voor mijn bank en vond ik het een fout, ja. Maar ik hoorde de vierde ref naast mij zeggen geel. Dus dan vond ik de rode kaart misschien wel fel overdreven. Ik zou de fase moeten opnieuw zien, want dat is moeilijk oordelen in een seconde dat je het ziet. Maar ik vond het wel overdreven. Belangrijk, coach. Eerste 3 punten is beter op profniveau. Is de trein vertrokken? Ja, dat is altijd moeilijk zeggen. Ik ben blij dat we die eerste 3 punten hebben en dat de interlandbreak nu komt. Want ik denk dat de jongens verdienen om even rust. Maar ik hoop het. Het geeft alles zeker een boost aan het team, die eerste 3 punten. En daar zullen we de komende 2 weken hard aan werken om thuis tegen Serijn hetzelfde op het mat te leggen. Ze waren met net iets meer dan 600 vandaag. Ze scanderen nog altijd jouw naam. Ze zijn hier nog altijd aan het zingen en het juichen. Nog een woordje richting de supporters. Ja, wij weten dat we fantastische supporters hebben. En ze hebben nu iets mindere tijden gekend, maar ze zijn ons thuis ook altijd blijven steunen. En ik ben blij dat we dit kunnen geven, omdat de rivaliteit tussen Beveren en Lokeren is heel groot. Ik ben echt blij dat we dit kunnen geven aan de supporters. Dank u wel, coach. Alsjeblieft.